is eigenlijk wel krom. Dan bestel je iets om de deur niet uit te hoeven. Ja, ja, maar je hebt ook Child's Play ingezet. Maar die is echt niet geschikt voor jou. En dat is geen kerstfilm. We zijn thuis en ik moet een beetje gillen, denk ik. Goedemorgen, het is vrijdagochtend. En iemand heeft iets heel staandes met mijn sleutel gedaan. Nee hoor, die liggen daar gewoon. Die liggen helemaal achter de bank. Oh, dan is het gewoon iets verschoven. Maar, ze heeft het laatste schoencadeautje dit jaar. Ah, dat is de laatste keer geweest. Nee hoor, vandaag. Nee, morgen is pakketjeavond. Dan hoef je echt niet je schoen nog een keer te zetten. Mama, wil jij me helpen? Ik ga zo, kom maar eens hier. Laatste cadeautje. Ook zie je helemaal niet. Zal ik hier nog een lampje aanzetten? Kijk, ik heb een cadeautje. Dan zie ik hier een klein beetje. Laatste cadeautje. En wat is dat? Wow, dit is echt cool. Wat is het? Oh! Dit! Hé, en dat kreeg je in het begin ook? Ja, zo'n kraslaar. Ja, laat hem heel veel dicht nu, schat. En je gaat het toch niet doen, want dan kan je helemaal niet stoppen. Hoe cool. Heel cool. Hé, hey, waar je mee begon, ben je mee afgesloten. Hier is ook een pen. Ja. Dus ik heb meerdere pennen nu en dan kan ik ook eindelijk... Dat is top. Ja. Ik ben vandaag gaan lopen. Normaal loop ik heen met de fiets. Met die meiden en dan fiets ik terug. Maar het stormt. Ik loop nu op een stukje tussen de huizen. Hier is het vrij windstil. Maar echt heel de bomen gaan heen en weer. Je waait bijna weg. Meiden zijn op school en echt, oh wat was het koud buiten, echt helemaal oren, die doen gewoon pijn ervan. Het is gewoon echt niet leuk. Dus, zoals altijd, maar nu extra op, maar even met thee. En ik heb niet heel lang, dus ik ga zo even heel snel een wasje ingooien, dat ik die nog op kan hangen voordat ik weg moet. Allemaal dat soort dingetjes. Want ze heeft maar een half dagje vandaag. En daarna denk ik dat we gewoon even lekker een filmpje gaan kijken of zo. Want we hebben wel zwemles. En normaal vind ik het echt fijn dat ze op vrijdag na school de zwemles heeft. Heel veel hebben het in het weekend. En ja, dat lijkt me zo vervelend. Weet je, dan heb je 2 dagen vrij, heb je nog zo'n verplichting. Nou, dat wilde ik echt niet. Dus ik hoop ook eigenlijk dat ze nooit ergens wedstrijd of zo in gaat doen in sport. Want die zijn dan wel in het weekend. Maar nu, als je dan een korte dag heeft, dan denk je echt, ja, dan heb je echt zo'n gat en dan moet je alsnog gaan. En anders heb je echt om 12 uur, jee, we zijn al vrij, lang weekend, zeg maar. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik ga even opschieten, ik zet even die waterkoker vast aan, dan ga ik even vast de wasmachine aanzetten. Want anders red ik nog niet alles wat ik wil doen. Auto ligt gelijk helemaal vol, ik heb dat grote wasrek erin gelegd. Het is eigenlijk wel krom, want dan bestel je iets om de deur niet uit te hoeven. Dan krijg je iets opgestuurd wat niet heel is. En dan moet je het zelf maar weer terug zien te krijgen. Maar die doos is echt even breed als de auto. Het staat echt van deur tot deur. Hij had geen centimeter groot om te zijn, dan had de deur niet meer dicht gekund. Dus daar heb ik nog wel geluk mee. Maar goed, die brengen we zo gelijk naar school even weg. En dan zo even lekker filmpje en niks. Oh, ik heb zo'n zin in. Wij gaan weer de adventskalenders doen. Oh, maar als jij nou zegt... Nee, daar hebben we zo. Als jij nou zegt dat ik die van jou open mag maken en jij die van mij... ruilen we dan ook de cadeautjes? Ja. Dan heb jij iets wat je misschien niet leuk vindt en heb ik chocola. Nee, wat ruilen. Oh, nou. Cadeautjes. Laat zien. Laat zien. Wat zit erin? Ik weet het al. Oh, je hebt al stiekem gekeken. Ja, op de achterkant. Ik heb niet gekeken op de achterkant. Vind ik niet leuk. Ik wil graag... Ah! Nou, die mag jij dan hebben. Nee. Een zeepje. Nee! Heel spannend. Ga ik eens kijken. Wat zou hierin zitten? Oeh, spannend. Nee! Kijk wat erin zit. Oh. Er zit niks in. Zeg eens, 2-3 dagen geleden was ze op de kalender een beetje gaan zitten. En toen zijn heel veel chocolaatjes losgeraakt. Dus die schuiven elke keer naar onder. Nou kunnen we ze doen zo. Ah. Nu kunnen we ze gewoon via de gaatjes. Kijk, ik heb een van de losse gepakt.
Nou, de chocola. Nee, hoeft niet. Eet je chocolaatje. Hoeft niet, schat. En ik heb een lekker... Oh, hij is gaan kruimelen. Nee, dat is een stukje plastic. Ik heb een lekker zeepje. Die ook van mij. Dondersteen. Wij hebben net film gekeken en nu... Die heet Mewtwo slaat terug en die is echt heel leuk. Ja, ze vonden hem geweldig en ze wilden hem al de hele tijd kijken. De laatste keer dat we film gekeken was met papa. Het is niet echt een film voor papa. Ja, dat was Bigfoot. En binnenkort kunnen we kerstfilms gaan kijken. Ja, Jingle Jungle. Jingle Jungle wel. En we hebben er nog één erop al staan die we wilden gaan kijken. Welke hoe heet die? The Christmas Chronicles 2, geloof ik. Ja, die. Die had ik erin gezet, hè? Ja, maar je hebt ook Child's Play erin gezet. Maar die is echt niet geschikt voor jou. En dat is geen kerstfilm. En ik heb Pan er ook in gezet. Ja, maar dan gaan we lekker heel veel kerstfilms kijken in de vakantie. Dat duurt nog even. Maar voor nu gaan we naar zwemles. Ga ik morgen over 1 week afzwemmen. Ja, dus nog 2 keer zwemles. Ik zag Luna met zijn baas. Met haar baas, ja. Leuk hè, dat we de naam van de hond wel weten en de naam van de baas ook even vergeten. Ik noem hem altijd buurman. De buurman van Luna. Buurman van Luna. Moet je kijken hoe mooi de zon door de bomen schijnt over alles heen. Ja. Het is echt mega zonnig, maar alleen aan de bovenkant. Hier is het grauw en heel apart ziet het uit. Maar goed, vandaag nog zwemles, volgende week nog zwemles. En dan afzwemmen voor je A. En dan ga ik maandag weer naar de dokter en zetten ze 2 pluisjes op me. Nee, dat is een week later pas. Waarom dan? Omdat we dat in de vakantie doen. Dan zit je ook niet met school, gym en dat soort dingen. Dus dat scheelt. Oh, we wilden een foto maken samen. Ja. Ik druk op het verkeerde knopje. Ja. We hebben echt elke keer met zwemles of we zijn veel te vroeg. Of we redden het net aan. Ja, of het verkeer zit helemaal mee of het zit helemaal tegen. En dat is echt een verschil van 20 minuten of zo. Dus je mag wel over 10 minuten naar binnen. Maar als we het alles tegen hebben, komen we gewoon 20 minuten later aan elke keer. En nu heb ik lekker extra knuffeltijd met jou. En dat vind ik ook niet vervelend. Stink je naar kiwi? Wil jij al een beetje gekke opmerkingen? Doe ik het weer? We zijn thuis en ik moet een beetje gillen, denk ik. Want de muziek staat vrij hard. Sarah en ik zijn een playlist aan het maken voor pakjesavond vanmorgen. Maar we hadden een cd. En ik ga afstemmen. En zijn... Ja. En vandaag. We hadden... Geel is niet door mij heen, jij. We zijn nu aan het kijken of de liedjes op de cd het leuk zijn. Maar ik weet heel vaak niet van wie die versies zijn. Of dat we kijken dat er op Spotify van een andere artiest een leukere versie staat. Ook deze is wel leuk. Deze van Guus Meeuwis. Kijk maar, deze is heel vrolijk. Ik moet er alleen even doorheen blijven praten voor de rechten. Want als ik er doorheen praat, heb ik geen rechtenclaim. En als ik stop met praten en hij de muziek te veel oppakt, dan heb ik wel een rechtenclaim. Maar daar ben ik nu zat, dus ik ben even klaar mee. Oh, Sarah ligt op bed. Het is zo koud in de auto. Echt. Oh, ik heb echt een hartje wintergevoel gelijk. Ik vind het echt niet leuk meer. Ik ben nu onderweg naar mijn ouders. Daar moet ik even een paar dingetjes doen. En dan ben je naar huis. Marco gaat dadelijk nog weer weg. Dus we lossen elkaar af vanavond. Maar morgenavond heb ik niet veel tijd voor editen en foto's uitzoeken. Dat doe ik meestal ook een klein stukje mee. Dus dat kan ik dan dadelijk allemaal doen. Dat ik helemaal bij ben. En als ik dan morgen helemaal geen tijd voor mijn computer heb, dan ben ik in ieder geval voor nu zo bij als het maar kan. Dan, ik ben weer thuis. En gelijk mijn laptop aan het aanzetten. Ik heb al thee gezet. Eerst dit doen en dan ga ik kijken of ik alvast wat dingetjes klaar kan zetten voor morgen. Ja. Maar eerst even mijn edit uit de weg. Dat had ik net natuurlijk al verteld. En ik... Ja, ik weet het verder nog niet. Mijn edit staat te renderen. Alleen ik zag dat de tijd zo hoog opliep. Dat doet hij soms. Dus ik weet niet of ik hem af laat draaien. Of dat ik het toch morgen of overmorgen doe. De edit is gedaan. Dus
En ik had honger en ik had echt trek in iets hartigs. Maar ik heb eigenlijk niet heel veel hartigs. Dus ik dacht, ik heb een blikje soep. Dus ik ga een soep eten. Ik moest echt even wat zelfs. Ik heb allemaal wel wat zoetere dingen in huis. Maar ik ben meer van het hartige. Dat er ook al vulling blijft in het blikje, jongen. Normaal niet zo heel van een blikje soep, maar ik heb er altijd wel één of twee staan. Want het is altijd wel handig als je dan toch even snel iets moet eten of onverwachts of wat dan ook. Sneller krijgen heb ik het bijna niet. En zo zie je maar dat ik nu heel blij ben. Zo, ik moet altijd de stekker erin doen. Maar wij wilden geen gat maken in die kast. Dus vonden we zonde. Nou, althans, we de magnetron willen gebruiken. Even het verlengsnoer eruit. Maar daardoor hebben we de kast niet kapot gemaakt. Vast een heel klein beetje wat dingetjes opgeruimd uit de kamer. Ze had bijvoorbeeld Lego gekregen van Sinterklaas op school. Dat staat bij de Lego Bova. Nou, allemaal dat soort dingetjes. En nu heb ik het echt wel een beetje laat gemaakt. Dus ik ga snel mijn bed in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!